Ow, fuck. Oh ja, deze kan ik hebben. Deze kan ik hebben. Kom hier terug, dude. Kom hier. Kom terug. Kom, motherfucker. Ah, ah. Nee, fuck. Alright, deze dude kan ik hebben. Deze kan ik sowieso hebben. Oh my god, you fucking gotta be kidding me. Hey kijkers van Blablabla, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Skywars op Hypixel. Oh mijn god, het is een keertje een andere server dan CubeCraft of whatever. Anyways, dit is een beetje een snel intro, maar ik wist niet dat de game zo snel begon. We gaan vandaag Skywars spelen op een andere server dan CubeCraft. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik dacht, yo, ik ga gewoon een keertje op Hypixel, want sommige mensen wilden heel graag dat ik op Hypixel ging spelen. Andere mensen zullen nu sowieso zeggen dat ik op CubeCraft moet spelen, maar weet je, ik kan niet iedereen tevreden houden. Ik doe het gewoon één keer dit en de andere keer dat. Zelf dacht ik namelijk dat het wel heel erg leuk was om een keer een andere server uit te proberen. Ik ga alle leuke momenten eruit knippen. Of in ieder geval, die laat ik erin. Dus als er niks leuks is, dan stopt de video gelijk nu. Ha, nee, grapje, natuurlijk niet. Wij zijn hier op het midden tenminste. En wij gaan gewoon lekker wat mensen killen. Oh, kijk, hier is al gelijk een dude. Oh my god. Het is trouwens 1.8 PvP. Dat is goed om te onthouden. Ik heb gelijk een kill. Oh my god. Oké, shit. Even snel dit allemaal aandoen. Oh god, ik moet regenerate. Ik heb nog maar één hartje. Wat moet ik nu? Oh shit, oh shit, oh shit. Heb ik een boog? Ik heb niet echt een boog. Maar ik heb wel een fishing rod. En dat helpt mij al gelijk heel snel met dit soort dingetjes. Ik weet alleen niet wat hier op het midden te vinden is qua spullen. Dus ik heb echt gewoon geen flauw idee. Of is dat het midden? Zou dat het midden zijn? Ik denk het wel. Oké. Eén hartje over. Oké, we got this. Oh shit, een half hartje. Oké, nou, misschien moet ik iets voorzichtiger doen. Oh god, oké, weer een half hartje. God damn it. Jongen, jongen, Duncan, wees nou eens voorzichtig. Oké, we gaan hier heel rustig aan. Kijk, daar is een dude, maar dat boeit me even niet. Ga eens op afstand, jij. Oké, dat is heel cool. Oké, we gaan even kijken, want daar komt al een dude keihard aan bouwen. En wij gaan hem dus omleggen. Hallo meneer, hoe gaat het met u? U heeft veel meer armor en hetzelfde zwaard, dus ik ben hartstikke neer. Ik weet nou niet of ik nou zozeer slecht ben in deze Skywars of gewoon überhaupt. Of dat deze mensen gewoon beter zijn omdat ze verstandig zijn en niet op CubeCraft gaan. Ik heb geen idee. Het is waarschijnlijk één van de opties. Oh shit, ik hoor iemand naar mij toe bouwen. Yep, oké, je bouwt naar mij toe. Dat maak je best wel overduidelijk, mijn vriend. Yo, ga eens even niet zo schieten, muts. Oh nee, what the fuck? Oké, we zitten nu gelukkig wel op dezelfde map. Dat is een stuk fijner. Dan heb ik tenminste nog een beetje die herkansing van de kleine faal die ik daarnet had. Maar daar gaan we het voor de rest niet over hebben. Anyways, kijk, ik heb hier dus al een boog en een zwaard, wat best wel heel erg fijn is. Kijk, hoi, ik ga je even kaart eraf bouwen. Come here, bridge, there you go. Oh my god, Jens is dood door fall damage, dat is goed. Als je dood bent door fall damage is het eigenlijk alleen maar beter, want dat betekent dus dat ik later die spullen kan pakken. Dat heb ik inderdaad liever dan dat zij echt gewoon in de void valt, wat bij CubeCraft meestal het geval is. Ik vind de maps in ieder geval wel mooi, ik vind het alleen niet zo fijn dat je heel dicht bij elkaar spant. Maar dat houdt wel lekker de actie erin vanaf het begin. En deze dude gaat ook nog iets doen. Ik snap niet wat deze tactieken zijn. Oké, bedankt hè. Wij zijn in een nieuwe game. Ik weet niet waar het op slaat. Ik ben best wel ritmisch opgeleid. Ooit wel opgevoed. Ik heb een drumstel gespeeld en een djembe. En eigenlijk nooit een gitaar of zo. Maar beatboxen kan ik dus echt niet als ik iets probeer te doen voor YouTube. Want ja, dan sta je onder druk, hè. Oh, jij gaat dood. Ha, goed bezig, dude. Oké, dus hier in het midden zullen waarschijnlijk heel veel spulletjes zitten. En bijvoorbeeld deze dude is gewoon lekker spulletjes aan het pakken. Maar deze dude gaat een keer een beetje neer. Hè? Jij gaat een beetje neer, meneer. Oh, nee. Oh my god. What the fuck is dit? Het leek niet eens alsof die dude naar me fucking sloeg. Hij keek gewoon een complete andere kant op en boem, je was dood. Nou wil ik hem geen hiker noemen hoor, maar ik geloof er gewoon helemaal niks van. Fuck, waarom word ik nou weer trouwens gedropt in een fucking ijspaleis? Hier heb ik niet voor getekend. Ik zei, geef me warm en zon. Warm is niet echt iets wat je kan geven, maar oké. Okay. Ik heb in ieder geval een iron sword, daar moet ik blij mee zijn. Ik merk wel dat de chests heel erg gebalanced zijn en dat je dus altijd een boog hebt met een zwak zwaard. Of een sterk zwaard met een boog. Of zonder boog, laat ik het zo zeggen. Die dude heeft bijvoorbeeld heel veel armen, maar ik gok dat hij een heel slecht zwaard heeft. Oh, ik bedoel, je hebt een freaking diamond helmet. Dat krijg ik niet, hoor. Ik hoop in ieder geval niet dat hij eieren heeft. Dat zou best wel fucked up zijn. Die man heeft eieren, verdomme. Oké, wacht. Oh, kijk de jukes. Oh, you got juked, mate. Oh, ja, oh. Jij gaat meer eieren gooien, hè, big. All right, let's go. Ha! Ah! Die... Oh my god. Brood,
We zitten op een nieuwe map van Skywars. Hij is heel stom en daarom vind ik hem kut. Ik ken deze map eigenlijk helemaal niet, dus ik moet niet oordelen. 10 out of 10 raps met Duncan. Oké, wacht. We gaan gewoon heel sneaky bouwen naar de volgende speler. Ik denk niet dat het gewoon nut heeft om snel naar het midden te gaan. Ik denk dat er best wel waarde aan is, maar oké, weet je. Oké, hij komt me halen. Help! Help! Wacht, ik heb een golden apple. Dat helpt natuurlijk. Wacht, we gaan gewoon compleet op af. We gaan gewoon compleet rennen nu. Hoppakee. Yo, wat doe je nou, Berg? Oh, oké. Okay. Wacht, ik val in de kuil. Shit. Oh, oh! Oké, als ik in dit potje bij de eerste persoon die ik tegenkom doodga, dan ga ik gewoon echt rage quitten. Dan ben ik er gewoon klaar mee. Oh nee, hij komt er naar me toe. Hij komt er naar me toe. Oh, you bitch. Oh nee, you... Oh, ik heb hem. Gelukkig, ik heb een kill. Waarom zei hij meteen alweer hex voordat hij überhaupt doodging? Ik snap het niet. Ik bedoel, ik zag je aankomen. Je kwam gewoon keihard op me af. Ik sla je eraf en je noemt me een hacker. Alright, cool, nice. Cool story, bro. Oké, ja. Ik ben echt een hacker. Ja. For sure. Oké, om aan mijn belofte te houden dat ik niet zou race quitten, doe ik toch nog even één potje. Aangezien ze wat elk potje best wel super slecht ging. Want ik bedoel, ik ben nou gewoon eenmaal een bagger persoon in deze game. Oké, we hebben dus best wel goede loot, heb ik zo'n gevoel. In ieder geval... Wat zag ik? What the fuck? Ik zag iets heel raars. Ik weet niet wat het was. Misschien ben ik gewoon raar. Maar oké, ik let er niet volledig op. In ieder geval, hier naast ons zit natuurlijk gewoon een tegenspeler. Gaan we even helemaal in de pan hakken. Come here, dude! Come here, motherfucker. Yes! Oh mijn god, hij had zoveel eieren. Hoe kom je aan al die eieren, vriend? Oh, kut, er is hier boven iemand. Oké, er is hier boven iemand. Gekke vent, gekke vent, gekke vent. Kan ik hem killen, kan ik hem killen? Yes, ik heb hem gekild. Oh my god, volgens mij ga ik nu eindelijk een keertje goed. Oké, dit ziet er goed uit, Duncan. Je bent goed bezig. Oké, dus mensen zitten al echt in die binnenste kring. Ik weet niet hoe je daar het makkelijkst komt, though. Want het lijkt alsof je heel veel fall damage moet nemen. Dus even zien. Ik zal even een paar blokken bouwen. Volgens mij moet je dan op die bomen springen, zodat je minste fall damage krijgt. Zodat je hier zeg maar... Oké, dat is niet de manier. Er zijn trouwens nog 4 spelers over. Er zijn heel weinig spelers op zo'n mappie. Wat best wel grappig is. Maar dat houdt de snelheid erin. Dat betekent dus dat je heel snel veel verschillende potjes speelt. Maar deze man gaat nou... Ja! Oh my god, wacht even. Oh my god. Fishing rod. Oké, fijn. Helmet. Oké, fijn. Oké, dat is een heel sterk zwaard. Cool, cool. Oh shit! Fuck, 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 fuck. Oh, blijf erin. Blijf erin. Heel goed, jongen. Oh my god, yes. Chest has been refilled. Oh my god, we hebben fucking loot. Oh my god. Waar is een boog? Ik zie geen boog. Motherfucker is op mijn eiland. Oké, jongens. Cue the epic music. We gaan erop af. Oh my god. Oké, dude. We gaan je killen. Ik ga je killen, bitch. Ik ga je killen. Als je een beetje wilt chillen, is er geen probleem. Dan ga ik er... Oh my god. Kan ik me killen? Kan ik me killen? Yes! Oh, yes. Dat voelt zo goed, hè. Het voelt zo goed om een winst te hebben op deze server. Oh, dat meen je niet. Jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk vond je het leuk. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. Dan bedankt voor het kijken van deze video. En dan zie ik je ook bij de volgende video. Peace out.